الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين Geliefde broeders en zusters, in onze voorbereidingen naar een mooie fase in ons leven, een mooi seizoen die wij dienen te benutten, namelijk de hajj, momenten die de gelovigen daar zullen meemaken en wij als gelovigen inshallah voor degenen die niet op hajj gaan, hiervan zullen profiteren. Als voorbereiding op die gezegende dagen hebben wij besloten inshallah azzawajalla om het verhaal van Ibrahim alayhis salam samen met jullie door te nemen. En Sheikh Al-Majid is vorige week al begonnen met een inleiding die heel belangrijk is. En we gaan de komende weken daarover spreken inshallah ta'ala met als intentie om daar lessen uit te halen. Niet enkel en alleen om daar lessen uit te halen, maar om daar lessen uit te halen die wij vervolgens in ons dagelijks leven kunnen toepassen. Want de verhalen in de Koran zijn niet enkel en alleen verhalen om onszelf te vermaken, of om ze als historische feiten door te nemen. De verhalen in de Koran, zoals Allah Azzawajal zelf beschrijft, zijn lessen, zijn wijze lessen voor ons, geliefde broeders en zusters, zodat we ervan kunnen leren en vervolgens in ons dagelijks leven kunnen toepassen. Denk dus nooit dat het een andere tijd was. Een andere tijd was. Dat het een andere context was. En dat die zaken die toen gebeurden niet relevant zijn voor ons vandaag de dag. Nee, de geschiedenis herhaalt zich. Misschien op verschillende manieren, verschillende middelen en instrumenten. Maar wanneer je het gaat analyseren, dan kom je tot de conclusie dat de essentie hetzelfde is. En vandaar dat ik vandaag een gedeelte, een belangrijke kwestie rondom het verhaal van de profeet Ibrahim alayhis salam met jullie wil bespreken. Met als intentie nogmaals om onszelf daarmee te identificeren en dat wij ons leven daarmee gaan verrijken inshallah azzawajalla. Nabiyuna Ibrahim, onze profeet Ibrahim alayhis salam, wordt de vader der profeten genoemd. Want geen enkele profeet na hem, behalve dat hij van hem afstamt. Alle profeten na Ibrahim alayhis salam stammen af van Ibrahim alayhis salam. En dat is al een nobele status en positie die hij van Allah azzawajalla heeft gekregen. Omdat hij zijn smeekbeden voor heeft verhoord en dat ook in de werkelijkheid heeft laten zien. Ibrahim alayhis salam heeft deze dua gedaan aan Allah azzawajalla. Hij heeft zijn smeekbeden aanvaard. En daarom zijn alle profeten na Ibrahim alayhis salam afstammelingen van Ibrahim alayhi salam. Vandaag wil ik stilstaan bij de beproevingen van Ibrahim alayhi salam en hoe hij daarmee is omgegaan. Want iedere van ons, geen enkele mens op aarde heeft geleefd behalve dat hij op welke manier dan ook op de proef is gesteld. Waarom? Want dit is waarom wij hier op aarde zijn gezet. Wij zijn hier op aarde gezet, geliefde broeders en zusters, om hoger in rang te stijgen. En je kunt niet in rang stijgen als je niet op de proef wordt gesteld. Je kunt niet afstuderen als je geen toetsen aflegt. Je kunt niet hoger gaan slagen, hoger opkomen en gaan slagen als je bepaalde examens niet aflegt. Dat is een normale gang van zaken. En daarom, als wij in rangen willen stijgen, moeten wij bepaalde zaken in dit leven overwinnen. En Ibrahim alayhi salam heeft een treffend voorbeeld gegeven in de manier waarop hij met beproevingen is omgegaan. Ibrahim alayhis salam is op allerlei wijze beproefd. In de eerste instantie is hij beproefd met zijn volk. Dat hij hen uitnodigde naar de islam, naar het geloof, naar de eenheid, naar het geloof in Allah azza wa jalla. En ze hebben geweigerd. En dat is niet iets kleins voor een gelovige, laat staan voor een profeet die dat als opdracht, als boodschap heeft meegekregen. Nodig de mensen uit om zich terug te keren naar het geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. In tijd dat ze sterren gingen aanbidden. In tijd dat ze allerlei planeten als goden beschouwden. In de tijd dat zij de maan en de zon als goden beschouwden. En allerlei andere goden die zij zelf hadden geïntroduceerd, die geen enkele effect had op hun leven. En dat mensen dat weigeren is niet iets kleins voor een profeet, voor een boodschapper. En zeker een boodschapper zoals Ibrahim alayhi salam. De tweede beproeving, geliefde broeders en zusters, in zijn directe omgeving. Het doet pijn wanneer anderen, wanneer onbekenden, wanneer mensen die ver van jou verwijderd zijn, het geloof niet omarmen. Maar het doet extra pijn wanneer jouw zoon, wanneer jouw broer, wanneer jouw moeder, wanneer jouw vader de boodschap weigert. De boodschap
die de redding, die de redding is, zowel in dit leven als in het hiernamaals. Het is geen kleine beproeving. En als we de dialoog zien tussen Ibrahim en zijn vader, dan is dat iets bewonderingswaardig, geliefde broeders en zusters, iets waarover wij zouden moeten reflecteren en heel veel lessen daaruit kunnen halen in de manier waarop wij met elkaar een dialoog aangaan, in de manier waarop wij onze ouders toespreken en met hen, zeker ook over zaken van het geloof en de meningsverschillen die mensen onderling zouden kunnen hebben. Ibrahim alayhi salam is in zijn mens zijn beproefd. Dat hij in het vuur werd gegooid. En dat is een belangrijke kwestie om kort even op te reflecteren. Hij is in het vuur gegooid aan Allah azawajalla die hem heeft beschermd. Tegen het vuur. Want wij weten, geliefde broeders en zusters, dat de kracht niet in de vuur zelf zit. Of in het vuur zelf zit. Maar het is iets wat van Allah azawajalla afkomstig is. En het is daarom rationeel gezien mogelijk dat er een vuur zou bestaan die niet verbrandt. Misschien hebben we dat nooit meegemaakt. Maar het bestaat omdat ons verstand dat accepteert. We kunnen daarover fantaseren. Alleen we hebben het nooit meegemaakt. En dat is precies wat een wonder is. Een wonder is iets wat de mens nog nooit heeft meegemaakt. Wat boven natuurlijke kaders is. En dat is precies wat een wonder is. Allah azawajalla heeft hem daarvoor behoed. De koning van Egypte destijds wilde zijn vrouw kwade en schade aanrichten. En Allah azawajalla heeft hem daarvoor behoed. En geloof me, geliefde broeders en zusters, je kunt op verschillende manieren beproefd worden. Maar wanneer jij beproefd wordt in je eer, in datgene wat je waardevol vindt, dan is dat geen eenvoudige zaak. Een andere beproeving, geliefde broeders en zusters, is dat Ibrahim alayhi salam heel lang heeft gewacht om een kind te krijgen. En dat is niet iets kleins, zeker voor een vader of een moeder die bij elkaar komen om Allah azawajalla te gehoorzamen, maar ook om kinderen te krijgen. Dat is een wens van iedere vader. En degene die geen kinderen heeft, beseft heel goed waar ik het over heb. Of degene die al kinderen heeft, beseft ook heel goed waar we het over hebben. En op het moment dat hij eindelijk een kind kreeg en dat zijn vrouw wordt beschermd tegen een tiran, zegt Allah azawajalla tegen hem, tegen Ibrahim alayhi salam, laat ze achter in een onbewoonde, onvruchtbare woestijn. Je moet je eens voorstellen, na dit allemaal te hebben meegemaakt, gaat Allah azawajalla jou aanbevelen, jou bevelen om jouw kind, die net is geboren, en jouw vrouw die jij lief hebt, die net is beschermd tegen zo'n tiran, om die achter te laten, zoals de Koran deze beschrijft, biwadin ghayri dhi zar'in, in een vallei wat onvruchtbaar is. Waar geen vruchtbaarheid is. Wat betekent dat? Op het moment dat er geen vruchten daarmee zijn, betekent dat er ook geen water meer is. En als er geen water meer is, betekent er is geen leven. Er is geen leven daar. Maar op het moment dat we hierop reflecteren en naar de situatie, naar de houding van Ibrahim alayhi salam gaan kijken, dan zien we iets prachtigs in de Koran. Want op het moment dat de profeet Ibrahim alayhi salam dat deed, hefde hij zijn handen op en deed hij dua. Maar wat was zijn dua? Hij zei, O Allah, Rabbana, O mijn Heer, li yuqimu salah. Het eerste wat Ibrahim alayhi salam en Allah vroeg om zijn kinderen, om zijn kind en zijn vrouw in staat te stellen om Allah azza wa jalla te aanbidden. Alvorens hij Allah azza wa jalla heeft gevraagd om hen te beschermen. Alvorens hij Allah azza wa jalla heeft gevraagd om hen te voorzien van eten en drinken. Alvorens hij Allah azza wa jalla heeft gevraagd om mensen om hem heen te laten komen. Het eerste wat hij vroeg is geloof. Is die band die een persoon verbindt met Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana li yuqimu salah. Dat is het eerste. En in onze opvoeding, in onze manier van omgaan met onszelf en onze kinderen, is dit het eerste waar we over moeten nadenken. Hoe is die band tussen mijn kinderen en Allah azza wa jalla? Wat heb ik mijn kinderen meegegeven om die band in stand te houden? Om die verbinding met Allah azza wa jalla te blijven behouden. Rabbana li yuqimu salah. Faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim. Op het moment dat gegarandeerd is, de tweede dua van Ibrahim alayhi salam was, laat mensen van hen houden. Laat mensen toenadering tot hen zoeken. Laat mensen zich om hen heen begeven. En de enige manier om dit te bewerkstelligen, geliefde broeders en zusters, de enige manier om geliefd te zijn in jouw gemeenschap,
is door geliefd te zijn bij Allah subhanahu wa ta'ala. Want op het moment dat Allah van jou houdt, dan houdt Jibril van jou. Op het moment dat Jibril van jou houdt, dan houden de engelen van jou. En op het moment dat de engelen van jou houden, dan houden de mensen van jou. Dat is een natuurlijke kwestie die Allah azawajalla verspreidt tussen de mensen, waar jij als persoon geen enkele invloed op hebt. Want op het moment dat jouw band met Allah sterk is, dan zal ook jouw relatie, jouw omgang met anderen gestoeld zijn op de band met Allah azawajalla, op Gods vrucht of op taqwa, zoals de Koran deze prachtig beschrijft. Faj'alaf idatan min an-nasi an dadda warzuqhum min ath-thamarati. En voorzie hen van vruchten om in leven te blijven, om hun doelen hier in dit leven te realiseren. Maar wat bijzonder is aan deze dua van Ibrahim alayhi salam, is dat hij rizq, oftewel voorzieningen, heeft gekoppeld aan dankbaarheid. En dankbaarheid. Warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun, opdat zij dankbaar zouden zijn. Voorzieningen krijgen en hebben is niet problematisch. Is niet erg. Sterker nog, het is een mooie zaak. Het is een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar dat zou nooit moeten leiden naar arrogantie, naar hoogmoed en ondankbaarheid. Voorzieningen, daar dienen we bewust van te zijn. En dat zou moeten leiden naar meer dankbaarheid jegens Allah azza wa jal. Warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. En om af te sluiten, geliefde broeders en zusters, nadat de profeet Ibrahim alayhi salam al deze beproevingen heeft meegemaakt en uiteindelijk een hoge positie heeft verkregen. En dat is dat hij een Khalil, geen enkele andere profeet heeft deze gekregen behalve Ibrahim en na hem de profeet Mohammed alayhi salam. Gezelschap, een belangrijke positie die geen enkele andere mens op aarde heeft gekregen. Nadat hij allemaal heeft gekregen, heeft Allah azza wa jalla hem opdracht gegeven om de Kaaba te bouwen. Samen met zijn zoon Ismaïl, nadat hij op een andere manier is beproefd door zijn zoon te offeren. En de dialoog die we daarin vinden is ook bijzonder. En dat zouden we ook moeten bestuderen en daarop moeten reflecteren. Na al deze beproevingen stond Ibrahim alayhi salam stil om even te reflecteren. Hij dacht niet bij zichzelf: kijk hoe stoer ik ben. Kijk hoe moedig ik ben. Kijk hoe gelovig ik ben. Kijk hoe vroom ik ben. Dit heb ik allemaal bereikt. Met mijn eigen kennis, met mijn eigen wijsheid, met mijn eigen doorzettingsvermogen, in alle bescheidenheid, heeft de profeet Ibrahim alayhi salam dat niet gezegd. Op het moment dat zij de laatste taak aan het uitvoeren waren, namelijk de wederopbouw of de opbouw volgens een groep geleerden van de Kaaba, zei hij: o Allah, accepteer dit van ons. Alsof hij niks heeft gedaan. Alsof al die beproevingen niks voorstelden tegenover de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala. En hij deed vervolgens dua voor zijn kinderen, maar ook voor zijn nakomelingen. En hij zei in surat, zoals dat mooi beschreven is in surat al-Baqarah: wa iyyarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayti wa Isma'il, rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim, rabbana waj'alna muslimin. Laat ons doen behoren tot degenen die zich toewijden aan Allah azza wa jalla en die zich ondergeven aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. En hij deed dua voor zijn nakomelingen en voor deze umma, dat er een profeet zal komen die hen zal opvoeden, die hen van kennis en wijsheid zal voorzien en die hen naar het goede zou leiden. Heel veel van de rituelen die wij in Hajj meemaken zijn gelinkt aan Ibrahim. Zelfs de komst van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en zijn boodschap is gelinkt aan de dua van Ibrahim alayhi salam. En daarom is het belangrijk, geliefde broeders en zusters, om zijn verhaal te bestuderen en om daarover te reflecteren, zodat wij daarvan kunnen leren in ons dagelijks leven en onszelf daarmee kunnen verrijken. Mocht Allah azza wa jalla ons in staat stellen om het maximale uit ons leven te halen. Mocht Allah azza wa jalla ons in staat stellen om hem op de juiste wijze te aanbidden. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan saliman muwaffaqan min ash-sharr ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma wa ajirna Allahumma min an-nar bi'afwik wa adkhilna al-jannata bi rahmatik ya aziz ya ghaffar. Allahumma arhamna وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.